Tussen kerst en nieuwjaar staat traditioneel de veldrit in Loenhout op het programma. De veldrit is aan zijn 30ste editie toe. Het is de 5e manche van de Bipost Banktrofee en de organisatoren hebben in Loenhout een ander parcours uitgetekend dan gebruikelijk. Sven Nys leidt in het algemeen klassement met meer dan een minuut voorsprong op Niels Albert en bijna 2 minuten op Klaas van Tornhout. Na 2 rondes scheiden 16 renners zich af. Alle favorieten zitten voorin, al heeft Niels Albert het moeilijk. Hij won de voorbije 3 jaar de Azencross, maar rijdt nu in 14e positie. Op 5 ronden van het einde blijkt die 14e plaats van Niels Albert een flink stukje acteerwerk. Albert plaatst een versnelling en kan veel van zijn concurrenten verrassen. Enkel wereldkampioen Sven Nys heeft zich geen zand in de ogen laten strooien en kan Albert bijhouden. Even verderop kan ook Klaas van Tornhout aansluiten. Maar de vlucht van de 3 leiders is geen lang leven beschoren, want de achtervolgers leggen er stevig de pees op en halfweg komt alles weer samen. We hebben nog 4 ronden voor de boeg. Niels Albert schudt dan nog maar eens aan de boom en het is opnieuw enkel Sven Nys die erin slaagt hem in het vizier te houden. Meer nog, Sven Nys countert niet alleen de aanvalspoging van Albert, maar neemt ook het commando over. Het publiek in Loenhout krijgt een prachtige tweestrijd te zien tussen Nys en Albert. En het is de oudste van de 2 die aan het langste eind zal trekken. Nys bouwt in het slot zijn voorsprong verder uit en komt solo over de finish. Een sterke Rob Peters wint nog de sprint van een moe gestreden Niels Albert. Sven Nys lijkt ongenaakbaar in deze Bipost Banktrofee. Dankzij zijn indrukwekkende zege in Loenhout bouwt hij zijn voorsprong in het algemeen klassement verder uit. Nys heeft nu meer dan 1,5 minuut voorsprong op Albert die 2e staat. En wereldkampioen Nys heeft nu zelfs al een bonus van 3 minuten op Klaas van Tornhout die 3e staat in de klassering.